harde woorden richting CW, richting de HVC, witte woorden criminaliteit, falend beleid, hogere tarieven. Ja, dat hoor ik. Witte woorden criminaliteit heb ik wel voorzichtig gezegd, want criminaliteit zou je moet kunnen aantonen. En dat kan ik natuurlijk niet, maar het is wel zo dat ik het heel onbetrouwbare partij vind. Er is in het verleden genoeg gebeurd. Het ging over het salaris van de directeur. Het ging over het feit dat de HVC ontkende dat de stank waar we in Medemblik op het douchefisk heel veel last van hebben gehad, jarenlang, dat hij keihard ontkende dat het bij de HVC vandaan kwam. Nou, inmiddels zijn ze nu al maanden bezig voor miljoenen om allerlei maatregelen te treffen. En dat zouden ze echt niet gedaan hebben als die stank er niet geweest is. Dus, en nu zou ik eigenlijk graag willen dat de Raad zich uitspreekt en heel duidelijk kijkt van jongens, wat zijn er voor alternatieve mogelijkheden in plaats van domweg weer gewoon met dezelfde partijen in zee te gaan. En het gebeuren bij het CAW, daar gewoon mee doorgaan of toch uit het CAW stappen? Als het dan aan mij ligt, als het de PWF ligt, dan stappen we uit het CAW. Het CAW heeft duidelijk aangetoond, en dat staat ook in het rapport van de Rekenkamercommissie, klip en klaar, dat zij volledig gefaald hebben in het behartigen van de belangen van de inwoners van West-Friesland. Oké, dank u wel. Graag gedaan.